Er was eens een lief klein dorpsmeisje. Zo'n lief meisje had nog nooit iemand gezien. En het was dan ook geen wonder dat haar moeder dol op haar was. En haar grootmoeder niet minder. Daarom maakte die vriendelijke oude vrouw een koket rood kapje voor haar, dat haar zo goed stond dat iedereen haar in een mum van tijd rood kapje noemde. Op een dag had haar moeder een grote stapel heerlijke koeken gebakken en ze kreeg een goed idee. Weet je wat, Roodkapje? Ga jij nou eens kijken hoe oma het maakt? Ik heb gehoord dat ze een beetje ziek is. Breng er maar 10 lekkere koeken en een potje romige boter. Daar zal ze wel van opknappen. Roodkapje ging meteen op weg naar oma, die in een ander dorp woonde. Ze moest daarvoor alleen door een heel groot donker bos. En dat was geweldig dapper van haar, want in het bos woonde de grote boze wolf, die ze dan ook prompt moest tegenkomen. De wolf had honger en dus grote zin om haar op te peuzelen. Maar hij durfde niet. En weet je waarom niet? Omdat er een paar grote, sterke houthakkers in het bos waren die hem wel eens zouden kunnen betrappen. De wolf moest dus een plannetje bedenken. Een heel sluw plannetje om het argeloze kind te verschalken. Hij vroeg... Hey, klein meisje, waar ga jij naartoe? Ik ga naar mijn oma om haar een doos koeken en een potje boter te brengen van mijn moeder. Wil je oma verder? Oh ja, het is nog voorbij de molen die je daar heel in de verte kunt zien staan. Zo. Ik wil er eigenlijk ook wel eens op zoeken. Weet je wat? Ik ga deze kant op. Neem jij dan die andere weg, dan zullen we eens zien wie er het eerst is. De wolf holde zo hard als die kon de kortste weg af. En Roodkapje liep de langste weg, want daar had die gemene wolf al voor gezorgd. Maar Roodkapje had helemaal geen haast, want het was veel te leuk in het bos. Ze danste achter de vlinders aan en plukte een hele grote ruiker van de prachtigste veldbloemen. Je begrijpt wel dat de wolf daardoor veel eerder bij het huisje van oma aankwam. Hij klopte 3 maal op de deur. Wie is daar? Hier is een Roodkapje, oma. Ik kom u lekkere koeken en een potje boter brengen van moeder. Ja, dat is de stem van Roodkapje. Die wordt nagedaan door die valse wolf. Want, dacht hij, voor Roodkapje doet oma wel open. Maar voor mij natuurlijk niet. En oma, die ziek op bed lag, liep er natuurlijk lelijk in. Trek de pin maar uit de deur, meisje. Dan gaat hij vanzelf open. Ja, en toen gebeurde het verschrikkelijke. De hongerige wolf rende naar binnen, greep de arme oma en verslond haar met een paar grote happen. Toen deed hij de deur dicht en de pin er weer op. Tevreden en met een hele dikke buik zette hij oma's slaapmuts op, kroop in het bed en ging rustig liggen wachten op Roodkapje, die zich even later aankondigde. Wie is daar? Roodkapje schrok, want dat was helemaal de stem van oma niet. Die stem klonk veel te zwaar. Maar toen bedacht ze dat het misschien wel kwam doordat oma zo verkouden was. Daarom vroeg ze maar niks en riep gewoon... Ik ben het, Roodkapje. Ik kom u lekkere koeken en een fijn potje boter brengen van mijn moeder. Oh, dat is lief van je kind. Trek de pin maar uit de deur, dan gaat hij vanzelf open. Toen Roodkapje binnenkwam, kroop de boze wolf vliegend vlug zo diep onder de dekens dat alleen de slaapmuts er maar bovenuit kwam. Zet de koeken en het potje boter maar op de tafel, Roodkapje. En kom dan maar eens bij me zitten. Maar oma, wat ligt u diep onder de dekens? Dat is toch veel te warm? Wacht, ik zal de dekens wat terugslaan. Dan kan ik u beter zien. Ja, en daar stond Roodkapje toch stom verbaasd te kijken. Oma zag er wel heel erg vreemd uit. En ze riep... Maar oma, wat hebt u een grote armen? Dat is om jou beter te kunnen omhelzen, mijn kind. Maar oma, wat hebt u een grote benen? Ja, dat is om beter te kunnen lopen, mijn kind. Maar oma, wat hebt u een grote oren? Dat is om beter te kunnen horen, mijn kind. Maar oma, wat hebt u een grote ogen? Dat is om beter te kunnen zien, kindlief. Maar oma, wat hebt u een grote tanden? Dat
dat is om jou beter op te kunnen eten. En met een geweldige sprong was de wolf uit bed en slokte in één hap ook Roodkapje naar binnen. Wees maar niet bang dat het niet goed afloopt en de arme oma en Roodkapje in de buik van de wolf moeten blijven. Niks hoor. Net toen de boordevol gegeten wolf er vandoor wilde gaan, kwam de jager. Hij greep de wolf in zijn sterke handen. Zag meteen dat er iets aan de hand moest zijn, want een wolf met zo'n dikke buik had hij nog nooit gezien. Hij sneed resoluut de buik van de wolf open. Hé. Oh. Dank u wel hoor, meneer de jager. U hebt ons net op tijd bevrijd. Ik vind u de grootste, sterkste en dapperste man van de hele wereld. Zo is het. U hebt ons leven gered. Om van de schrik te bekomen, aten Roodkapje en oma achter elkaar alle koeken op. Want die was de wolf in de drukte vergeten.